De Omgevingsdienst West-Holland heeft bij 10 van de 40 vuurwerkverkooppunten waarschuwingen uitgedeeld. Het ging in de meeste gevallen om kleine fouten in opslag. Bij 2 bedrijven stonden de deuren open van ruimtes die gesloten moesten zijn. Bij 2 andere bedrijven was het vuurwerk buiten de daarvoor toegestane ruimte opgeslagen. De bekende snackbar De Sport in het Zuiderpark in Den Haag is dicht. Volgens de eigenaar wordt de kiosk op 9 januari teruggegeven aan de gemeente Den Haag. De rechter bepaalde in het voorjaar dat het bedrijfje moet verhuizen voor de vestiging van een sportcampus. De snackbar zat 35 jaar in het Zuiderpark. Veel winkels hebben op de laatste dag van 2013 goede zaken gedaan. Een bakker uit Den Hoorn maakte een drive-in voor het afhalen van de oliebollen. Ook bij slijterijen was het erg druk. De oudejaarsloten waren niet aan te slepen. De jackpot is op een half oudejaarslot gevallen in Schavenzande. Een inwoner krijgt 6,6 miljoen euro. Sportscholen verwachten deze maand een topdrukte. Veel mensen hebben goede voornemens gemaakt, als stoppen met roken of afvallen. De ervaring leert dat veel mensen het niet volhouden en na een paar maanden weer afhaken.